Dit lijkt op het eerste gezicht een appartementsgebouw in het centrum van Rome, maar eigenlijk is dit een kerkje dat van Sint-Juliaan der Vlamingen, de Koninklijke Nationale Kerk van België. 3 jaar na zijn overlijden, op 10 januari 2005, is de West-Vlaamse kardinaal Jan Schotte hier herbegraven. De kardinaal had sinds de jaren 70 verschillende hoge functies aan het Vaticaan en was een van de naaste medewerkers van de vorige paus Johannes Paulus II. Sint-Juliaan der Vlamingen was de titelkerk van Schotte. Het eerste moment dat hij wist dat hij kardinaal zou worden, heeft hij direct alles op alles gezet. Dat hij zegt, van een keer dat er tot nu toe een Vlaming kardinaal wordt en er is hier een kerk van de Vlaming in het centrum van Rome, dat moet ik hebben, nee, als het kan natuurlijk. Hè. En ja, hij was er zeer gelukkig mee. Ja, ja. Het is van 1870 geleden dat in deze kerk nog iemand is begraven, want dat is in Italië bij wet verboden. Maar de overheid stond een uitzondering toe. Hij lag vroeger op Campo Verano, dat is ook Rome, maar dat is een beetje in de verloren hoek, om het zo te zeggen. En hier, is, en dan weten ze, ik ben blij. Kardinaal Jan-Pieter Schotte hield van Rome en van de wereldkerk. De eigenlijke herbegrafenis vond begin vorige week plaats in intieme kring. Vandaag was dan de officiële herdenkingsplechtigheid, voorgegaan door de bisschop van Brugge, Roger van Geluwe. En dat ik dan ook voor die grote man mocht voorgaan, dat doet mij toch veel deugd. Ik heb dat heel gaarne gedaan. En vooral ook, kardinaal Levada was daar aanwezig, de opvolger van kardinaal Ratzinger, aan het hoofd van het Heilige Officie. En dat is dus werkelijk voor mij toch een heel mooie dag. De gouverneur van West-Vlaanderen, vertegenwoordigers van de stad Waregem en vrienden en familie uit Beverenleien, de Waregemse deelgemeente waar de kardinaal vandaan kwam, woonde de plechtigheid bij. De West-Vlaamse delegatie is al sinds vrijdag hier in Rome en brengt een bezoek aan verschillende plaatsen waar kardinaal Jan Schotte geleefd en gewerkt heeft. Zo was er gisteren onder meer de officiële ontvangst op de Belgische ambassade van de Heilige Stoel, de vertegenwoordiging van ons land in het Vaticaan, zeg maar. Een verslag daarvan krijg je morgen in het nieuws vanaf 6:30. Thijs Nijrink voor WTV en Focus vanuit Rome. Maar ik wou enkele woorden zeggen over... Ambassadeur Frank de Koning, zelf West-Vlaming, spreekt vol lof over kardinaal Jan Schotte uit Beverenleien. Toen hij hoorde dat vrienden en familie van de overleden kardinaal naar Rome kwamen voor een herdenkingsplechtigheid, nodigde hij ze meteen uit op de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel, de vertegenwoordiging van ons land in het Vaticaan. Hij was de belangrijkste Belgische prelaat in de curie en speelde een belangrijke rol in dat nieuwe mechanisme, in dat nieuwe organisme van de bisschoppensynode dat opgericht is geworden na het concilie Vaticaan II. Tijdens de receptie halen de genodigden herinneringen op en allemaal hebben ze het over kardinaal Schotte als een verstandig man en goede organisator. Wat voor een persoon was uw broer? Ik zou zeggen, een schat van een jong, maar dat is niet goed. Hè? Dat is niet goed. Nee, een sterke persoon. Een heel sterke persoon. Of met overtuiging, met inzichten, een harde werker. Het was ook een man, een praktische man, een zakelijke man. Hij had kerkelijk recht gestudeerd. Wist ook hoe hij met 2 voeten op de grond een groep moest leiden, een synode moest leiden. Het was een wijs man, een erudiet man, een man met ervaring eigenlijk in verschillende continenten van deze wereld. Maar tegelijkertijd was hij ook West-Vlaming gebleven. Hij was graag thuis. Was graag bij de vrienden in West-Vlaanderen. We wisten eigenlijk al dat hij een zeer belangrijk persoon was hier in het Vaticaan. Maar nu we hier met onze delegatie hier aanwezig zijn, wordt het nog versterkt. Onze mening dat het eigenlijk een heel belangrijke, hele grote persoonlijkheid geweest is. Waar we eigenlijk als Waregem, als stad, Beverenleien, deelgemeente, heel trots op zijn. De delegatie uit Waregem maakt dan ook graag een rondrit langs verschillende plaatsen waar kardinaal Schotte geleefd en gewerkt heeft. Iets waar 3 jaar geleden bij de begrafenis van de kardinaal maar weinig tijd voor was. De genodigden bezoeken de Belgische ambassade met zijn mooie uitzicht op restanten uit de Romeinse tijd en stoppen even bij het appartement van de kardinaal dichtbij het Sint-Pietersplein en natuurlijk het plein en het Vaticaan zelf. Het is hier het hart eigenlijk van de kerk door de eeuwen heen en het vertoeven zo bij de graven van de pausen. In het bijzonder de laatste pauze die wij gekend hebben, was eigenlijk echt wel belangrijk daar eens bij stil te staan.
met een sightseeing tour door de stad rond de Waregemse delegatie het bezoek aan Rome af. Een bezoek waaruit ze geleerd hebben dat kardinaal Jan Schotte, stadsgenoot en tevens ereburger van Waregem, 3 jaar na zijn overlijden nog steeds niet vergeten is door de kerkelijke overheid. Thijs Nijrink voor WTV en Focus van op het Sint-Pietersplein in Rome.